Heleen, 3 in winst vandaag, maar niet zo belangrijk. De titel is binnen, daar hebben jullie een kans aan voor bewerkt. Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat we iedereen ons beschouwt als de beste ploeg in de reeks. Maar het was aan ons om te bevestigen. En uiteindelijk was het wel belangrijk deze wedstrijd om toch te winnen, want met een gelijkspel hadden we niet genoeg. En ja, we zijn... wat een moeilijke start misschien, maar uiteindelijk na de 1-0 hadden we het onder controle en we zijn dus super content. Ja, jullie hebben over kans doen echt bovengelegen. Twee nederlagen, dacht ik, één gelijkspel. Nooit echt in de problemen geweest. Nooit makkelijk als absolute favoriet om het toch dan waar te maken. Ja, ik denk het ook, want iedereen is echt super gemotiveerd tegen ons. Ze willen altijd winnen tegen Anderlecht, maar ik ben blij dat we als groep sterker eruit gekomen zijn en dat we uiteindelijk de wedstrijden al winnend hebben kunnen afsluiten. Iedereen is geëvalueerd. Als je ziet naar Ella, van waar ze komt als verdediger en nu. Dus ik denk een dikke chapeau aan heel de ploeg. Als ik mij goed heb laten inlichten, was het 20 jaar geleden dat Anderlecht nog eens de titel genomen had. Ja, dat klopt. Ik denk dat ze op Anderlecht wel tevreden zijn en zeker ook winnen. Ja. Jullie hebben nu nog 3 wedstrijden. Dat zijn er normaal die je heel ontspannen kan spelen. Meestal wordt dan ook het beste voetbal op de mat gemaakt. Ja, dat kan wel. De druk is eraf. Want het was eigenlijk wel van moeten dit jaar. En ik denk dat iedereen gewoon gaat genieten van die laatste wedstrijden. Ja, de laatste vraagje. Het volgende seizoen begint het heel grap met een volgende de Champions League, maar wel iets om naar uit te kijken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Anderlecht altijd die Champions League te spelen. Dus iedereen kijkt naar uit. Oké. Ik zou zeggen, geniet van deze titel en maak er een heel mooi feestje van. Dankjewel.